voelen. Al moet ik zeggen, als wij zin hebben om Gino uit de kast te trekken, dan doen we het gewoon. I've seen you with you had your song the So Do You That. Mm-hmm. You were talking about Giel Belen. In 2005 there was the MOBO Awards. Yeah. And there was DJ Chucky received an award, and Giel Belen along with a colleague came on stage in blackface. In blackface, yeah. And he didn't understand, you know, what. You know why this was a big deal. He also didn't see that he needed to apologize. Yeah. Were you there? Did you see this happen? Or did you think of it? No. Yeah. But I know the story. I ken het verhaal over wat Giel heeft gedaan met zijn blackface dingen. Ik ken ook een verhaal dat hij apengeluiden door een optreden van Kaliber heen ging draaien. Weet je wel? Dat zijn natuurlijk, maar daarom, Giel heeft me ooit gevraagd, vind je mij een racist? Mijn antwoord was nee. Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat er een verschil is tussen racist en racistisch. En wanneer je goed opgevoed bent met wat racisme is, dan ga je ook bij jezelf herkennen dat je soms racistisch bent. En als je dat weet en nog steeds kiest voor racisme, dan ben je een racist. Maar totdat iemand jou opleidt en jou zegt, dit is racistisch, kan niemand je ook racist noemen, weet je wel. En ik denk dat Giel door de jaren heen, denk ik wel die opleiding heeft gehad. En ik weet niet hoe het komt, of het vanuit bovenaf komt dat zijn baas of iemand tegen hem heeft gezegd van, dit kan niet. Of dat hij zelf erachter is gekomen. Maar ik merk wel een andere Giel dan de Giel van de MOBO Awards toen de tijd. En dat is een positieve ontwikkeling, weet je wel. Ik zag het ook met dat Charlie Hebdo ding, dat Giel bij De Wereld Draait Door emotioneel wordt om het feit dat mensen allemaal just we Charlie, weet je wel. Daarin merk je dat Giel ook wel een ontwikkeling aan het maken is als mens. En dat zijn mooie dingen, dat, weet je, dat wens je voor iedereen. Los van Giel Belen, hè? Want ik vind sowieso dat we in Nederland de neiging hebben om zodra het woord racisme valt, om meteen te antwoorden met slachtoffer. Weet je wel? Victim, you're a victim. Terwijl, luister, het woord racisme is om een reden bedacht. Weet je wel? Dus we moeten daar ook streng naar onszelf kijken en zorgen dat geschiedenis zich niet herhaalt. One more question.